is het zondag en de derde dag van het Horse Event. De tweede dag hebben we helaas niet kunnen doen, maar de derde dag wel. En jullie gaan nu zien hoe die verloop is. Alvast een duimpje omhoog geven, hè? Nou, wij waren hier vrijdag zonder Tatum. Hallo Tatum. We zwaaien. Hallo. Hallo. En Tatum en ik zijn nu samen de stand een beetje aan het droog maken, toch Tatum? Maar het lukt niet heel erg, want alles is helemaal nat. Daar lag een hele plant en dat heeft niet lekker hier opgegooid. Precies. Ik ben al helemaal nat. Kijk, mijn hele broek is helemaal nat. Weet je die wesp? Dus het even laten drogen. En dan kijken of we er weer wat moois van kunnen maken. Toch Tatum? High five! Ik ben mentaal verward nu. Komt de eerste. Nou, de eerste deelnemer van deze workshop is Nienke. Nienke van het YouTube-kanaal Zalessa. Nou, daar hebben we Maartje van Zaressa, daar hebben we Romy. Romy die draagt een setje van het merk Le Mieux en de kleur is Benetton Blue. En ze draagt een shirt van haar eigen collectie. Maartje heeft een setje. Leanne draagt een setje van het merk Horka. De kleur is oranje met donkerblauw. De collectie, de Orange Collection. Mensen kunnen bij Leanne Abigail stand nog veel meer info vinden over deze collectie. Die zich mag melden in de week is Noah. Noah is van Cute Shetland Pony. En hij is ook wel echt heel erg cute. Bij Janzi, ik vind... Deze leuke pony draagt een setje van het merk. Onder andere Mini Horseshop, Pagoni en NPO Radio in het roze. Noah van Cute Shetland Pony kijken we naar Made. Made heeft een mooi setje in het rood aan. En de volgende deelnemer zou zijn Tessa van Hart voor Paarden met haar pony Bella. Helaas is door het verkeer Bella nog niet gearriveerd. Die staat Tessa! Dus we gaan nu alleen naar Tessa kijken. Tessa draagt een roze setje van de serie. Ik hou van pony van Hart voor Paarden. Die zijn ook aangeschaft in de stand van Hart voor Paarden. Dus koop die voor Hart voor Paarden, krijg je een roze. Ik wil een setje winnen wat dan nu dus niet te zien is. Maar dan blijft het een mooie verrassing. Na Tessa gaan we kijken naar Kim. Kim is ook van Hart voor Paarden. Kim draagt een dekje van een set die je kunt winnen bij Hart voor Paarden. En Kim rijdt op Henja. Ze draagt verder een setje van in het blauw van de Hart voor Paardenlijn. Een stukje ook nog! Hey! Dankjewel! Achter de bal blijven staan, want dan heb je gewoon een beetje daar wachten in de rij. Okay. Omdat je omdat het dan een beetje niet meer in de ruimte krijgt, achter de bal komt foto te maken. Dus. Zijn we allemaal klaar voor? Oh, ik vroeg, God. Zijn we allemaal klaar voor? Ja! Oké, dan gaan we beginnen. 3, 2, 1, start! Hallo! Jongen, jongen. Wat een mensen allemaal. Er zijn alle Hart voor Paardenfest staan hier allemaal al. Hallo allemaal! Hallo! Allemaal Hart voor Paardenfans! Woehoe!
En natuurlijk zijn alle papa en mama zijn natuurlijk aan de zijkant aan het wachten. Hallo! Hey, heer, gezellig aan de zijkant nog even te wachten tot alle kids lekker op de foto zijn geweest met hun favoriete tuber. Hallo! Ja, dit is lekker druk. Kijk, hier zijn ze ook een beetje aan het warmrijden al voor natuurlijk de volgende proefjes die allemaal gaande zijn. Terwijl natuurlijk de meet & greet nog steeds bezig is. Ik zou hierna een soort van timelapse maken. Dat jullie precies kunnen zien, dus misschien zie je dan jezelf nog wel, want er staat daar een GoPro. En dan gaat dat zo, heel gaaf. Dan gaat daar een dame met een, hoe noem je zoiets? Kostuum? Daar gaat ze dan. Hoe gaaf! We hebben nu iets nieuws. Kijk, ik wil het mij even laten zien. Kenzo! Kenzo, toch? Ja. Kenzo! Hey. Ah, kijk eens. Hallo schat. Waar kom je vandaan? Hogeveen. Hogeveen? We hebben Kenzo uit Hogeveen. Maar zijn er nog van die hondenbrokjes? Ja, die hebben we zeker. Misschien dat ik dan meer vrienden. Kijk, nu kan ik vrienden maken. Kijk. Kijk, nu vindt hij me wel leuk. Ja. Nou schat, leuk dat je er was. En jullie natuurlijk ook, hè. Ja, mis je nog één. Oké, we hadden eerst dat we met Kenzo op de handtekening mochten. En hoe heet u? Sean. Ik mag mijn handtekening op zijn shirt zetten, kijk dan. En zij komt zo meteen dansen. Zeker. Tot straks! En Roy, zo komen we op camera. Wat? Hey, hoe heet jij? En wat heb je een prachtig shirt aan. Paarden praten veenhard voor paarden bij elkaar. Ik vind het fantastisch. Daar komt toch even iets gaafs aan. Kijk dan. Is dat hele masseuse heet dat? Zeg ik het verkeerd? En allemaal mensen het koele pakken. Wat gaaf, man. Ja, dat is echt gaaf, dit. Niet op duty te rijden, maar hier aan de borst in Vent. Hebben we nog een wegenwachterij, een accu's en niet te vergeten de mister en de buitenhoek. Kort, kort. Volgens mij mag de mevrouw in de midden die met Henja mee doet nog eventjes in de startblokken gaan staan. Negen mogen rennen. Tot ballen. 3. Zijn jullie klaar, kort? 2. Zeker weten. 1. Ja, kom maar.
Heel goed. Dan ga ik stappen, jongens. Stappen doen wij. Het heeft ermee te maken met de tijd, hè? Dus niet alleen als we in de klok gaan. En nu wel winnen natuurlijk, hè? Gaat wel gelaard. De jongen staan allemaal gelijk. Dus ik heb vandaag voordeel. Ik weet niet waarom jij zo hard rijdt. Ik moest winnen, hoor. Nee, ik ging winnen hier. Gisteren, 55, staat er morgen. Vandaag ga ik winnen. En we gaan klaar zijn voor de fotofinish. Ja, wie hebben we nou gewonnen? De achterste, bij Tessa. Tessa, alweer. Gefeliciteerd! Hey. Super! Vandaag zijn... Oh, hij is niet scherp. Ja, hij mag. Vandaag zijn Lien en Esmeder van ons Instagram-account Fans, nee, Hart voor Paarden Fans. Ja. Met stipjes ertussen. En die hebben iets meegenomen, want elke keer als ze bij ons komen, dan nemen ze wat mee voor Kim. En nou, niet voor Kim om naar te kijken, maar voor mij eigenlijk. En dat is... Tadaa! Wauw! Wow. Die is mooi gelukt, zeg. Wauw. Kijk dan, helemaal Horsey Phantom. Dat gaan we net zo. Kijk dan. Horsey Phantom. Waar is het Horsey Phantom? Heel gaaf. Hier aan de zijkanten. Oh. En speciaal voor Tessa? Geen jam. Geen jam. Nee, daarom zit er een verrassing aan de binnenkant. Dan moet je mij even filmen. Dames, bedankt. Goed gedaan. Leuk dat je hebt gekeken naar deze Horsey Phantom. Wij bedanken onze sponsors, Horse Country TV, Mr. Ed en Beter Batterij. Beter Batterij. Heel goed. Als je dit een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog. En allemaal bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Yeah!